Zeg, voetballers hebben toch een beetje de reputatie van niks te doen in huis, niet te koken, niet op te ruimen, maar vooral in de zetel te liggen, want ze moeten rusten en PlayStation spelen. Klopt dat met de realiteit? Ja. Ja. Echt waar? Ja, dat is wel waar. Allee, ik weet niet, Bart... Ik speel geen PlayStation. Nee. Voilà. Maar het klopt ook wel, maar ik moet ze wel een beetje krediet geven natuurlijk. Na een zware training of voor een match moeten ze ook wel rusten. Want oké, het is 2 keer 3 kwartier, maar dat vergt toch enorm veel energie van hun. En kijk, ik ben een goede om ernaast te staan in feite. En ik verdraag dat ook. Ik vind dat ook niet erg om te zorgen voor een man, ik het zo zeggen. Ja. Zeg maar, jij was in jouw tijd geen onverdienstelijk voetballer. Ik was de beste, Nathalie. Echt? De beste van de jaren 70. Ja. Ja. Zo'n bad gewoon, maar dan 10 keer een beter. Zoiets. En waarom ben je nu dan geen bekende ex-rode duivel? Wat is er gebeurd? Ja, jongen, ik was ook een intellectueel. Hè. Ik dacht, ik ga studeren aan de universiteit. Ik ben dan afgestudeerd met de grootste onderscheiding. Ja, je moet kiezen in het leven, hè, Nathalie? Ja, dat is zo. Hè? Absoluut. Je kunt niet alles tegelijk heel goed doen. Ja, nee, gelijk vandaag moest ik ook kiezen. Ofwel ga ik niet naar dat strontprogramma, ofwel wel. En nu zit ik hier. Hè, ja. Helemaal mee. Interesseert voetbal jou eigenlijk nog? Absoluut. Ik ben altijd geobsedeerd geweest door voetbal, maar die obsessie is er wat uit. Zo. De afstand is ook veel te groot. Hè. Ik ben een oude man, 56, al die voetballers zijn jonge gasten, getatoeëerde Jeannette, met oorringsjes en al. Dus ik moet er eigenlijk niet veel meer van weten. Nee, echt waar. Ze stammen hem aan, die voetballers van tegenwoordig. Ja. Nee. Oké, dat is helder. Ze zijn al voor die bil, ik zou het zo zeggen. Hé, hey, Olly. Olly, een maat van mij, nooit. Ja, oké. Dan is het goed. Je hebt ook wel heel veel reclame dingen gedaan al in je leven. Eén keer, ja. Nee, maar we hebben onder andere deze geweldige radioreclame gevonden. Tot u spreekt nu de fijn geklede dichter Herman Brusselmans. Het zal niet lang meer duren, ofwel vandaag ofwel morgen. Jazeker, één dezer koop ik mij zo'n prachtige blazer bij Superconfex. Weet ik, ja, Superconfex. Oké, Herman, wat was dat allemaal? Dat je dat gevonden hebt, hè? Dat is uit 1992. Ik had toen net in het Huis van Wantrouw gezeten en toen kreeg ik wel een aantal aanbiedingen, onder andere dit Superconfex. Ja. En ik kreeg daar toen 185.000 frank voor. En dat was voor mij toen een fortuin en daarom heb ik het gedaan. Ja. No. Ik heb laatst nog een aanbieding gehad om reclame te maken voor de nieuwe Volkswagen Golf. Maar het is wel een soort principe van mij dat ik alleen reclame maak voor dingen die ik zelf gebruik. Dus ik heb een Porsche en geen Golf, dus heb ik niet...